Van 2012 en niemand minder dan John F. Klaver is onze gast geweest. En we gaan even John aan de tand voelen. John, ja. We hebben zojuist gehoord, je speelt blues, je hebt ook een beetje jazzy invloeden. Jij mag naar de International Blues Challenge. Het is in een hele korte tijd is het heel snel gegaan met de John F. Klaver Band. Hoe verklaar jij je eigen succes? Nou, ik denk dat we vorig jaar heel erg hard gewerkt hebben. We hebben een nieuwe cd gemaakt. En ja, ik heb toen ook het geluk gehad dat er een aantal mensen me erg veel geholpen hebben met een aantal zaken, promotionele zaken. En dat heeft heel erg geholpen. En we zijn daarnaast natuurlijk hard aan het spelen geweest en veel geoefend. En ik denk ook dat het meer een bandje is geworden en dat we meer weten wat we willen ook. En dat het ook voor het publiek wat duidelijker is nu wat we doen. En ik denk dat het ook te horen is op de laatste cd dat we... Ja, dat het een beetje uitgekristalliseerd is wat de plannen zijn. Maar zo voelt het voor mij een beetje. Ik hoor jou in ieder geval in het hele antwoord hoor ik je steeds we zeggen. Ja. Terwijl de band toch de John F. Klaver Band heet. Dus jij bent de initiatiefnemer geweest om daar iets van te maken. En je bent ook kennelijk de artistiek leider. Hoe is de inbreng en hoe is die band dan eigenlijk tot stand gekomen? Want je zegt ook, we moesten een band worden. Ja, goede vraag. Nou, ik heb zeg maar al heel lang het idee gehad van ik wil mijn eigen band beginnen. En dat duurde gewoon heel lang voordat ik die stap durfde nemen, durfde te zetten ook. En toen heb ik in eerste instantie Martijn en Iris gevraagd om met mijn trio te beginnen en met eigen muziek of door mij gekozen covers. En dat was de eerste stap. En wat ik net al zei, toen was het nog een beetje aftasten van wat ligt mij en wat gaat goed en wat gaat minder goed. En na 2 jaar zoiets zijn we naar de volgende cd begonnen. Toen hebben we Rob Mossert op Hammond erbij gevraagd. En toen werd het echt een geheel. Dat wilde hij weten waarom het mij ik bepaal een beetje de nummers en ik schrijf de meeste nummers en samen werken we die wel uit. Maar in eerste instantie komen de ideeën van mij en samen maken we er dan wel weer een geheel van. En is het een band. Jij bent muziekleraar, als ik goed geïnformeerd ben. Klopt. Heeft dat invloed op de manier zoals jij een muziekstuk benadert? Bekijk jij het meer mathematisch vanaf het blad of is het toch blues? Zoals je met het hart zou moeten spelen? Je hoort inderdaad vaak van die heeft een studie gedaan, dan kan het geen blues zijn. Maar ja, ik denk om met je hart te kunnen spelen moet je ook moet je technische vaardigheden hebben om dat te kunnen verwoorden. En ja, die heb ik geleerd en ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat is een eindeloze studie eigenlijk om dat te kunnen vertalen. En om zeg maar, wat je geleerd hebt om je los te kunnen laten en dan met je gevoel te kunnen spelen. En dus het is geen belemmering en ik denk niet zo, niet mathematisch eigenlijk. Het is nu dat ik gewoon in muziek denk en wat ik mooi vind klinken, dat ga ik doen. En ja, je hoort dan soms wel wat invloeden en wat dingen die ik geleerd heb. En wie zijn jouw invloeden? Als we jouw platenkast doorworstelen, welke cd's komen dan de meeste tegen? Dat is ook wel weer een goede vraag. Want dat verschilt heel erg. Er is een periode geweest in het begin dat het... ik hoorde net nog in het café, Metallica, Guns N' Roses heb ik gespeeld, Nirvana en Pearl Jam. En toen kwam Van Halen en John McLaughlin, El Di Meola. Toen ging het alweer een beetje meer fusion-achtig. Toen kwam Mike Stern en toen ook nog de jazzklassiekers, Wes Montgomery, Barney Kessel, Joe Pass. En daartussendoor, daarvoor heb ik ook nog Gary Moore en Robin Ford voorbij zien komen. En toen na mijn studie, het is een flinke boekenkast dus, of een cd-kast.
Ben ik weer een beetje teruggegaan eigenlijk naar de oude dingen. Dus Robin Ford en ja, Matt Schofield is heel belangrijk. En ook gewoon de oude dingen die ik eigenlijk nu weer luister. Gewoon de Freddie King en BB King en alle Kings. Alle Kings. Burger King, als wij dan altijd zijn. Ja, die probeer ik wat minder te doen. Vorig jaar deed je dus mee aan die Nederlandse Blues Challenge. En tot een aantal mensen een grote verbazing, misschien niet eens tot jezelf verbazing, won je die. En verdien je het ticket om naar Memphis te mogen. Hoe ervaar jij zo'n wedstrijd, om het zo maar te zeggen? Hoe ging je die in? Ja, gewoon proberen, lekker spelen. Dat was het eigenlijk. Ik had niet verwacht dat we zouden winnen. Maar ik denk dat we gewoon, ja, ook wel geluk hebben gehad. We hadden zo lang moeten wachten die dag. Dat we hadden zoveel spanning opgebouwd. En dat op dat moment, ik weet niet, er gebeurde iets ook met de band gewoon. En ja, dat heeft zich dat heeft goed uitgepakt. Nou mag je naar Memphis. Wat verwacht je dan daar? Ook weer dat het hopelijk goed uitpakt, dat je lang mag wachten, of ga je toch met een plan daar naartoe? Nou ja, het plan is om meteen te gaan knallen. Dat moeten we echt doen, want ja, je hebt heel weinig tijd. Dus we moeten echt van de eerste noot meteen, we moeten gewoon meteen staan als een huis. En dat ben ik wel van plan. Ik ben echt van plan om er ontzettend hard mijn best te gaan doen, ja. En hoe ga je dat doen? Ga je dan op de hotelkamer al je warm spelen, zodat je al een beetje opgefokt de zaal inkomt waar je mag spelen? Ja, dat weet ik niet altijd. Soms denk ik van ik moet warm gespeeld zijn en een beetje voorbereid. En soms is het ook andersom. Als je even weer een stapje terug hebt gedaan van je instrument en dan weer gaat spelen, is het ineens weer lekkerder. Maar ja, er is geen pijl op te trekken eigenlijk. Even voor de luisteraars thuis, je bent in ieder geval winnaar geworden van de Blues Challenge. Dat houdt wel in dat jij daar mag spelen, maar voor de mensen die het een beetje idealiseren, je moet wel volgens mij je eigen vlucht betalen en je onderdak daar. Ja. Klopt dat? Dat klopt. Alles heb ik zelf geregeld. Ja. Maar het is eer genoeg om te zeggen voor jou, ik ga daar naartoe en ik ga er in ieder geval genieten. Hoe lang duurt het eigenlijk? Het is een hele week. En iedere dag is er iets te doen. Betekent iedere dag spelen? Ja, iedere dag spelen. De wedstrijd is er. En we hebben 3 jam sessies die we gaan leiden en begeleiden. En daarnaast zijn we nog te gast bij een radiostation. En nog een showcase doen we ook. Dus ja, iedere dag spelen we minimaal 1 keer. Ja. Nou, wij gaan het volgen. Je hebt in ieder geval, zojuist verklapt je al een beetje stiekem, je hebt een blog opgezet. Dat zal via je eigen website johnklaver.nl of johnklaverband.nl wel te volgen zijn. Ja, klopt. Op johnklaver.nl staat de link naar het blog. Maar dan komt John terug, wel of geen prijs. Hoe gaat het dan verder? Heb jij plannen voor een nieuw cd? Of hoe ziet het John Klaver Band er over 10 jaar uit? Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag weer. Je bent goed bezig. Ik zal het eerst met het begin voor het komend jaar dan. Het is de bedoeling dat er een nieuwe cd komt. In juli moet die opgenomen gaan worden. En dan in oktober moet die uitgebracht gaan worden. Dus ja, om toch een beetje het balletje aan het rollen. Dat het balletje aan het rollen blijft. En over 10 jaar... ik hoop dat ik dan nog steeds speel met veel plezier. En ik hoop dat we dan ook een beetje buiten Nederland leuke dingen kunnen doen. En dat ik van muziek maak, of dat we van muziek maken, ook ons brood kunnen verdienen. Ons brood kunnen verdienen. Dus in principe doe je nu al met muziek maken je brood verdienen. Ja. Maar ik bedoel met de band John Klaver. Ja, klopt. Ja, wat je zegt, ik geef veel les en dat is ook hartstikke leuk om te doen. En het voordeel is dat ik eigenlijk dagelijks met mijn instrument bezig ben. Dus ik blijf aan het spelen en met lesgeven dus. Maar ja, het zou leuk zijn als het door het echte optreden en het spelen voor het publiek, dat je... Nou klinkt het weer alsof ik alles voor het geld doe, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Maar dat is, maar dat is geen schaamte. Dat maakt... Nee, maar dat is altijd mooi meegenomen. Als het...
Als het wat bij meer in balans kan komen, het lesgeven en het spelen. Ben je niet bang dat de creativiteit opdroogt? Want je bent nu in een korte tijd een aantal cd's gefabriceerd. Je hebt genoeg ideeën om in juni weer in de studio in te duiken voor een nieuwe cd. Ja. Hoe hou je die vlam brandende? Geen idee eigenlijk. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar... Ja, ik hoor wel eens van je kan leuke liedjes maken, maar... Ik heb dat vroeger eigenlijk helemaal niet eens zo heel veel gedaan. En ja, het zijn ideeën. Ik hoop dat het niet opdroogt inderdaad, maar voorlopig komt er nog wel wat uit. Wij blijven je volgen, John. Bedankt voor dit interview en nog meer bedankt voor de sessie hier bij Blues Moose Café. Ja, graag gedaan. Dat was hartstikke leuk.